Een van de meest bijzondere dingen is dat werkelijk alles in data wordt vastgelegd. Maar als je kijkt hoe snel dat nu gaat, dat neemt een enorme vlucht. Dat is niet alleen wie je bent, waar je bent, met wie je contact hebt, welke emoties je hebt, maar ook hoe een aantal lichaamsfuncties functioneren. We zijn het allemaal aan het vastleggen en niet alleen van mensen, ook van objecten, ook van organisaties. Dat geeft een gigantische hoeveelheid data die we op een aantal punten kunnen gaan gebruiken. En dat wordt ook steeds makkelijker. Je ziet dat het op tal van punten eigenlijk toepasbaar is. En soms is het bepaalde zaken makkelijker maken en soms is het bijna helemaal transformationeel en krijg je een hele andere wereld. Er zijn toepassingsmogelijkheden die, en er zitten heel veel van, het fraudegebied zitten. Zoek de outliers. Kijk dan ook in netwerken waar dingen verkeerd gaan. Toepassing op het gebied van klantgerichtheid. Velen in de hoek ook juist van service, niet alleen in de hoek van slimmer en nog meer verkopen. Maar hoe kan je klanten helpen in hun context dingen beter te doen? En gewoon de operational excellence. Hoe kan je dingen beter, slimmer doen? Kansen in de financiële sector. De financiële sector heeft al jarenlang zoveel data. En data die van zo'n mooie kwaliteit zijn. Omdat een klant gewoon wil dat die data goed zijn. Maar ook alle regulerende instanties. Doe daar meer mee. Hoeveel data gebruiken wij niet die toch zinvol zijn? Vul ze aan met gegevens die heel makkelijk beschikbaar zijn. Over wie die klant is, waar die is, wat die doet, met wie. En er zijn tal van mogelijkheden om beter te presteren.